24 uur denk ik dat gewoon meer aantrekkingskracht heeft. Meer publiek dat er naar komt kijken. De ervaring is helemaal anders. Het feit dat je gewoon 's nachts kunt rijden op circuit met de lichten erbij. Bedrevenheid die er is in die pitstraat. Dingen die kapot gaan, teruggemaakt worden. Ik denk dat dat de charme is van een 24 uur en dit evenement zo uniek maakt. Zolder is het enigste Vlaamse circuit. En we zien ook dat autosport meer en meer begint te leven. En je voelt ook aan het publiek zelf hier op de parade. Er zijn heel veel mensen. En gewoon de sfeer, dat maakt dat het gewoon een heel mooi en misschien wel het leukste, belangrijkste autosportevenement is in Vlaanderen. De auto is supergoed. En het team is echt super goede sfeer en zo. En onze teammaat, de twee broers ken ik wel best goed. En we kennen elkaar wel wat we kunnen en wat we niet kunnen. Dus daar kunnen we wel op elkaar inspelen. Voor mij is de tweede editie. Het is ook nog redelijk jong voor mij, redelijk nieuw allemaal. Dus nee, maar leuk. We hebben een paar goede rijders. De familie Lievenstraat mee, maar Lars, de jonge gast ook. En dan vooral samen met mijn broer is top om dat mee te maken. Zien doen we dubbele stands. In dit geval door de hitte natuurlijk, hebben we gekozen om voorlopig enkele stands te doen. Ik heb uiteindelijk een uurtje twee uur gereden in plaats van anderhalf uur door de verschillende incidenten die er geweest zijn. Maar momenteel gaat het allemaal heel goed. De warmte is goed te verteren door de piloten en door de auto. Het gaat ook momenteel allemaal heel goed. Dus tot op geen feit zijn we feiten echt heel, heel tevreden. Wagen nummer 666, onze BMW 325, is de race tot nu toe zeer goed verlopen. Vlekkeloos eigenlijk, de piloten hebben allemaal zeer goede stints afgewerkt. Ook de pitcrew heeft vlekkeloze pitstops afgeleverd, dus voorlopig zeer tevreden. Onze M2 heeft een heel goede start gehad, altijd in de top 2 gereden in onze klasse. Tot kort voor middernacht dat we een stuurhuis kapot hadden. De pitcrew heeft ook weer top gehandeld, zeer snel het stuurhuis vervangen, nieuw stuurhuis geplaatst en momenteel zijn we terug volop aan het pushen om de verloren tijd goed te maken. De nacht is voor ons redelijk goed verlopen. Wij hebben een beetje geluk gehad dat er een paar van onze rappere concurrenten in de klasse zijn uitgevallen vroeg op de avond. Daardoor zijn wij automatisch wat meer naar voren geschoven. Wij hebben van in het begin onze eigen strategie aangehouden. We hebben niet te hard gepusht vanwege de temperaturen. Nu daar juist is de ochtend begonnen en nu is het verschil een beetje gelijk gebleven. We hebben vannacht ook met een paar dubbele stinten geëxperimenteerd. Daardoor hebben we ook hier en daar een extra minuut uitgespaard. Dus dat heeft ook wel geholpen met de strategie. En nu, op dit moment, zijn we nog altijd aan het vechten met Convents. De afstand zit nu op ongeveer 3 ronden. Het is nog 6 uur ongeveer. Dat gaan nog 6 heel lange uren worden.
laatste anderhalf uur dook er toch problemen op met de motor. Eigenlijk hebben we heel de 24 uur heel constant gereden en eigenlijk niet echt gepusht. Jammer genoeg dan vierde in de klasse na zo lang en zo hard gevochten te hebben. En relaxed eigenlijk heel de tijd de leiding in de handen te hebben gehad. En nu even 2 dagen te bezinken en dan gaan we er terugkeer tegenaan. En ook naar volgend jaar toe gaan we er zeker terug staan. Hetzelfde gemotiveerde mensen en gaan we gewoon terug proberen die P1 te pakken en proberen te winnen.